begint van iets heel klein. Je hebt ook gezien, dit heeft een enorme lange weg afgelegd. Dit zijn eigenlijk planten die eigenlijk van mei, juni in de bloem komen te staan. En nu heb je daar eigenlijk andere planten van gekregen. Ook de smaak en de mooiheid. Als je dat, ik vind dat ook wel mooi als je dat zo van ver ziet. Dat is hier groen. Je hebt dan eigenlijk, dat zijn niet de nieuwste tunnelserres die er zijn, maar die doen zelf zeker nog wel hun werk. En ik vind dat mooi om heel dat groeiproces te kunnen zien. Van klein plantje naar iets heel lekkers, unieks van smaak, dat je dan eigenlijk kunt verkopen aan een particulier of aan een bedrijf of zo. Maar dat je die smaak en die passie die daar eigenlijk aan vooraf is gegaan, dat hoop ik voornamelijk, dat je dat kunt meegeven. De voldoening krijg je omdat je het contact hebt met de mensen één op één. Je krijgt heel veel feedback van klanten en daarvoor blijf je het ook doen. Als de mensen nu niet tevreden zouden zijn en je krijgt altijd negatieve verhalen, zoals de landbouw komt tegenwoordig heel vaak negatief in de media, dat is niet leuk. Het is ook niet leuk om bestempeld te worden als landbouwer. Je bent de klager, want ze bellen soms vanuit de media, maar dat is meestal als er iets... Het is te warm, het is te koud, het is te veel regen, het stikstofprobleem en zo. Het is altijd maar van, wat vind je daar zelf van? Maar dat is niet iets waar je voldoening uit haalt, van al die dingen. Want dat zijn klaagzangen. En ik vind als landbouwer, er zijn zoveel mooie dingen. En er zijn zoveel dingen waar je wel voldoening van hebt. Want je zit op de buiten, je zit eigenlijk in de natuur. Je kunt zoveel win-wins met de natuur doen. En zie je, dat is de kerk, de Sint-Gemariskerk eigenlijk van Lieren. Dat is toch prachtig, als je dan zo'n vergezicht hebt. Allee, je ziet vanaf hier, je bent in Koningshoek, dat is de open ruimtecorridor. Dan soms denk je echt van, mensen moeten daar echt bewust mee omgaan, met die ruimte. Want, dat is... Dat wordt unieker en unieker, denk ik ook. Voor mij is dat misschien een evidentie, omdat ik hier ben opgegroeid. Maar, als ik zie onze Vazijnbedrijf of ons bedrijf, dat is ook een enorme evolutie. Dus, die basisdingen die zijn er wel en die authentieke dingen komen wel terug. Maar je probeert ook wel het verder te zetten in de hoop dat je kinderen het ook kunnen doen eigenlijk.